In de hoofdklasse RKV tot nu toe een beetje wisselvallig. Rob, vorige week deden ze het uitstekend. Speelden ze in Rotterdam, halen daar een knappe overwinning weg. Spelen nu dan weer thuis tegen een sterke ploeg Unitas. Gepromoveerd vorig seizoen met overtuiging uit de eerste klas. Overigens hebben ze wel, geloof ik, afgelopen weekend verloren van UDI-19. 2-3 werd dat op eigen veld. Ja, een kwestie voor RKV nu om een keer ook thuis volle buiten te pakken. Maar goed, de wedstrijd begint om 2:30 en niet om 1:00. Dus misschien dat het daar al lag. Dat is 4-0 wonnen bij Leunen. Dat is maar goed, alle gekheid op een stokje. Unitas is gewoon een goede ploeg. Die hebben we natuurlijk vorig jaar zelf aan de werk gezien. Bij Vedo kan ik me herinneren. Gewoon een ploeg waar heel veel... goede voetballers in lopen te ballen. Ja, en RKVV door die 4-0 winst zullen ongetwijfeld zelfvertrouwen getankt hebben. Hebben ook eens wel 5 punten minder als Unitas. Maar op eigen veld moet RKV toch zeker in staat zijn om Unitas minimaal een puntje af te pakken. En wellicht wel 3. Zeker weten, want ja goed, RKV heeft de laatste wedstrijd, lieten ze het afweten voor eigen publiek. En, ja. Maar ik heb het idee dat ze de selectie weer compleet wordt. Ja, de schorsingen eruit, blessures eruit. Ja. Want zo'n Boekhari die is toch elke keer weer beslissend. Ja. En die kan je er maar bij hebben. Ja, die scoort ook afgelopen zondag. Precies, dus, ook als invaller is die vaak beslissend. Dus als die er gewoon continu bij is en ze raken compleet, dan moet het goed komen.